Beugelsdijk speelt centraal achterin. Die komt dus Prato tegen. Dat is ook wat. Leuke eerste confrontatie voor de Argentijn. Dat heeft natuurlijk te maken met dat Vriends geblesseerd is. Met 7, Wouter Burger. Hij vanaf de rechterkant met zijn linkerpoot. In vergelijking met vorige week of met de vorige wedstrijd. Daar speelde de Mijnans. Haroui wel weer terug. Zal naast Ouassar gaan spelen. Wat ik advocaat zei, ja, volgens mij gaan ze een ander systeem spelen, zei van Sparta. Dat gaan we dan afwachten of dat inderdaad het geval is. En hoe gaat hij het doen, de vijfvoudig Argentijnse international? Waar Marsman nog steeds het doel verdedigt bij Feyenoord vanwege de blessure van Bijlo. Er zijn al veel mensen terug. Kuksu, Texera, Bozenieke, Bijlo nog niet. Jurgensen, hij moet dus zijn plaats hier afstaan aan Prato. Ja, hetzelfde kun je zeggen van Linssen. Advocaat terug op het kasteel. Degradeerde met Sparta in 2018. En in dat seizoen was de laatste keer ook, 2007-2018, de laatste keer in het seizoen ook dat beide ploegen hier in de competitie tegen elkaar speelden. Toen won Feyenoord met 7-0. Pinto. Goeie bal. Burger. Krijgt hem net niet goed op zijn hoofd. Dat is een stap te ver. Haroui. Abels verder aan die rechterkant. Gaat toch door het midden. Ouassar. En een geplaatste bal die naast gaat. Kijk, Glenn Koeman is van alle markten thuis. Het bord voor de vierde man. Waar de wissels mee worden aangegeven. Straks ook de extra tijd. Die had hij nog ergens laten staan binnen. Berghuis, Prato. Beugelsdijk. Die als laatste. Dus een corner voor Feyenoord. 3 keer meegetraind. Deze Argentijn. Over de Okoye heen. Weggekopt door Heilen. Malasia. Terug de gevarenzone in. En daarachter is Nessie. En daar de goal. Het is Geertruida. Maar dan gaat de vlag omhoog. Voor buitenspel. Even wachten natuurlijk, want Senesi zegt ja, ik was niet buitenspel. En Geertruida zeker niet, hij gaat wel die kant op. En hier staat Geertruida keurig achter de bal. Dus Christian Baks, alvast voor de eerste keer aan het werk gezet. Het is een goal. En er staat het 1-0. En Geertruida, ja, het is toch al zijn vierde goal van dit seizoen. Dan komen we met enige vertraging. Ver. Goeie bal. Prato. Nou, zijn eerste. Oeh, op de paal. Was hij heel dicht bij zijn eerste. Goed weggelopen. In ieder geval die bal langs Okoye gekregen. Net niet. De eerste van Prato. Tee. Abels. Wordt dit een kans? Wordt in ieder geval een spectaculaire soort van omhaal van Engels. Senesi. Oeh, die had meteen naar Malasia gekund. Ver heeft om zich heen gekeken. Prima opening Malasia richting Geertruida. Of wordt het nog onderschept op Pinto? En dan is dus Geertruida weg. Tiro Duarte, Pinto via Toornstra. En dan is hij toch voor Marsman. Net waren er wat Spartanen die zeiden dat het Hens was. Nee, op de borst. Dus goed te zien. Zeker geen Hens. Toornstra. Mag het makkelijk van voet naar voet bij Feyenoord in deze aanval tot nu toe. Diemers. 3 man verder nog in de 16. Maar dan is deze paas wat minder.
Dan krijgt Feyenoord al snel weer de herkansen. Diemers. Prato. Komt daar Geertruiden nog in balbezit? Nou, Heijden en Okoye maken het nog even spannend. Pinto. Duarte. Ver. Awassar. Toornstra loopt mee. En dan is dit Senesi die hem wegkrijgt. Maar de herkansen voor Sparta met Duarte. Spajic. Pinto. Dus de extra tijd is ingegaan inmiddels. En Sparta een corner krijgt te nemen. Met deze corner. Marsman komt, heeft losgeroepen. En daarna is er de overtreding op de keeper van Feyenoord. Ja, knie hoog opgetrokken. Dat is meestal de manier waarop een keeper zo'n duel aangaat. Sinisterra, deze bal valt goed. Prato is ook mee. Prato is ook mee, wordt bediend en mist. Mist een grote kans op 2-0. Hier had hij meer mee moeten doen. Bij deze bal, die is goed, richting Sinisterra. Dan kiest Prato positie, komt die bal daar en ja. Pinto, maar die levert zomaar in bij Senesi. Kan een paar meters pakken, die kan deze bal geven op Berghuis. Berghuis schieten? Ja, tuurlijk. Ja, dat had Haroui ook wel begrepen. Overtreding van Haroui op Ver. Botteguin, Prato, Senesi, vrije trap kort genomen richting... Ah, maar dan was de bal nog niet helemaal vrijgegeven door Higler. Advocaat, daar kijkt Higler ook nu naar. Advocaat wint erop van, ja, vriend, onzin. Ver, mist hem en achterin bijna nog Botteguin. Diemers, Berghuis. Goeie bal, Sinisterra, Sinisterra, laatste actie is geen goal. Hij lepelt hem over het doel. Awassar. Pinto. Engels. Pinto doorgelopen. Berghuis mee verdedigd. Pinto terug. En dit is Tee. Die hem beter had gelaten voor Engels. Hij staat al helemaal klaar. En dan is ook de wissel daar. Heeft Prato zijn eerste wedstrijd als Feyenoord erop zitten. Beugelsdijk. Engels. Garsoes. Duel met Geertruida. En daar staat toch weer een voetje van Garsoes bij. Beugelsdijk. Boos. Nee, niks aan de hand. Malasia, die wacht daar wat lang. Senesi doet dan hier mee. Een bijzondere actie van Beugelsdijk aan de rechterkant. Glipt er toch zo vrij langs Malasia. En hier is het... Nee. Daar is niks aan de hand. Malasia, Diemers, ver zou kunnen. Diemers schiet zelf in de korte hoek. En dat is nog een verrassend schot bovendien. Daar kon Okoye nog op reageren. Ver. Diemers. Niks aan de hand. Dus zal die, ja, heel snel in de benen moeten weer. Mijnan Smeets. Smeets voor het schot. Het is niet echt heel erg krachtig op de hakken van Garsoes. En dan is er ruimte voor Feyenoord. Met 4 man nu. 5-3. Dat moet je toch uit kunnen spelen, zou je zeggen. En gebeurt dat? Toornstra. Oh! Haps, die voorkomt de kans van Toornstra. Dat zal zeker niet zijn bedoeling zijn geweest, maar die had daar af moeten blijven. En ineens waren ze met 5 man weg.
Ver. Berghuis, kijk of hij ruimte vindt. Dat vindt hij inderdaad, als hij die bal binnen kan houden, dan toch zeker helemaal. Berghuis, balletje terug op Toornstra. Pinto. Lekker voor daar, die kopbal van Engels. Botekin moet nog een keer aan de bak. Garshoes, Gravenberg. En corner. Laatste minuut wedstrijd. Korte variant. Daar Heijlen. Net voorbij aan de bal. Toornstra, en dan is het nu maar goed dat Okoye nog in het doel staat. Haps. Voor de beslissing, dat is nog wel een stukje lopen. Berghuis komt erbij. Berghuis komt erbij en Haps lift hem over het doel. Berghuis, Jurgensen. Jurgensen, ja! Die besliste wedstrijd. En dat zal voor hem toch extra lekker zijn. Dat hij hem mag maken, die 2-0. Kwam voor Prato, die zijn positie had ingenomen. En dan uitgerekend hij, lekker voor hem, dat hij de 2-0 mag maken en daarmee de wedstrijd beslist. En wint Feyenoord dit duel door een vroege goal van Geertruida en een bijzonder late goal van Jurgensen. I know you love the video and I also know you want to see more. Well, click here, subscribe and don't miss out on anything.